Thomas, het lang verwachte moment was eindelijk daar. Ja, heel blij mee. Het was echt jouw debuut in het Rat Verlegh Stadion, hè? Ja, ik heb altijd al die jaren ook geroepen van, ja, weet je, ja, heb je je debuut gemaakt? Ja, heb ik gedaan. Alleen, ja, thuis? Nee. Ja, was Cambuur uit? Ja, natuurlijk ook gewoon mooi als je je minuten mag maken in betaald voetbal. Maar ja, hier heb ik wel lang naar uitgekeken. Je was natuurlijk enige tijd bezig met de warming-up. En toen? Ja, toen riep trainer mij. Maar ik dacht eerst dat het niet voor mij was, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik dacht van, ja, ik keek zo naar de tijd, 69 minuten. Nou, ik dacht, oh, dat is best wel wat. Nou, was toch voor mij. Ik dacht, nou... Gelijk als een malle naar de zijkant en gaan. Wat ging er door je heen op het moment dat je dan je naam hoort omgeroepen door Arnie en je stapt het veld op? Ja, daarvoor zeg maar, merkte ik het op een gegeven moment niet, want het spel was bezig. Ik stond aan de zijkant en ja, ik werd gewisseld, kwam erin. En toen merkte ik wel van, okay, wow, weet je hoort al die mensen. Maar ik moet zeggen dat binnen seconde of 15 was het ook weer gelijk weg. Dus dat is dan wel het goede er natuurlijk ook van. Maar ik heb daar wel, daarvoor wel eventjes van genoten, ja. Als je dan terugkijkt op al die jaren, dan moet je toch denken dat het allemaal meer dan waard is geweest. Ja, want uiteindelijk draait het om, zeg ik altijd, om het nu. En ja, ik ben nu waar ik wil zijn in principe. Dus ja, dat was al die jaren wel waard geweest. Ik ben gegroeid als mens, als voetballer ook, moet ik zeggen. En ja... Ideaal dit. We gaan naar het nu. Wat vond je van je eerste 20 minuten in het Rat Verlegh Stadion? Nou ja, wat je zegt, normaal snapte ik bijvoorbeeld dan. Ik veroorzaakte een corner waar voor ons en heel het publiek ging uit zijn dak. Ik denk, oh ja, oké, als dat al, moet je zeggen. Maar als dat is de mentaliteit hier. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat dat iedereen dat beseft van het begint met hard werken. Dat heb ik vrijdag ook gedaan. Ik kan er wel een kans, daar kan ik beter eigenlijk niet over hebben. Die schrik recht in de keepershanden. Maar de volgende keer, zoals kijken of we wat verder in de hoek kunnen schieten, dan kunnen we ook allemaal een keer gaan juichen. Afgelopen week was het 20 minuten. We zijn weer een week verder in training. Hoe ver sta jij nu? Ja, ik moet wel zeggen dat ik heb deze week ook wat extra gedaan voor mezelf. Om gewoon zo snel mogelijk eigenlijk... helemaal fit te worden in de zin van, ja, dat zal ook moet je veel minuten voor maken. Maar... ja, ik ben klaar voor, mij maakt het niet uit. Ik ben fit genoeg, dus het zal niet aan mij liggen. Morgen reizen we af naar Kerkrade. Een lastige wedstrijd, wat verwacht je ervan? Ja, lastig, wij zeggen. Winnen 3-0, volgens mij niet verkeerd. Maar ja, wij winnen ook, weet je. En elke wedstrijd is een nieuwe op zich. Ik denk dat we gewoon hard moeten gaan werken met z'n allen. Dat de basis is. En dat onze kwaliteit dan vanzelf wel gewoon naar voren komt. Ik zie het elke week op de training. En... ja, daar hou ik me aan vast. Daar heb ik geloof in deze selectie. Dus dat zal vast goed komen. Tot morgen in Kerkrade. Tot morgen.